Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Pokémon Blazing Emerald. In de vorige aflevering hebben we hier op Mount Pyre Maxie verslagen als het goed is. En nu is het een beetje het probleem dat het voor mij alweer echt een lange tijd geleden is geweest dat ik heb opgenomen. En dat ik even niet zo heel goed meer weet hoe of wat. Ik zie dat mijn Lucemon level 50 is en dat Reuniclus level 46 is en dat de rest nog een beetje achterloopt, Tentacruel en Skarmory. Ik denk dat we gewoon Tentacool even vooraan laten en dat we gewoon even doorlopen. Ik denk dat dat een goed idee is. En dat we uiteindelijk vanzelf zien waar we uitkomen. Ik denk dat we naar de vierde gym moeten. Volgens mij hadden we dat nog niet gedaan. We kunnen hier nu naar beneden. Zullen we even kijken of hij nog steeds lava cookies verkoopt? Want dat is normaal natuurlijk altijd hier. Ja, hij is nog steeds de lava cookie meneer. Oké, nou, we hoeven geen lava cookies. Kijken wat we hier kunnen vangen. Dat lijkt me misschien wel een leuk idee. Hier hebben we een Gligar. Oké, interessant. Je moet er trouwens wel. Ik vind het wel apart dat we bovenop een berg. Eterna City. Eterna Forest muziek horen. Dat vind ik wel bijzonder. Oeh, we moeten vechten tegen deze Teemagma, meneer. Of mevrouw. Meneer. Team Magma Grunt would like to battling. Oké. Okay. Mighty Anna. Go Tentacruel. Oké, okay, we zijn wel al hoger level. We zijn met Tentacruel al hoger level, what the fuck. Oké. Okay. Even kijken. Liquidation. Niet heel veel damage, maar zijn defense is omlaag gegaan. Dus dat betekent als het goed is dat ik met Liquidation hem nu zou kunnen killen. Oh, zeker nu hij gerecoiled is. Volgens mij moet hij sowieso dood zijn dan nu. Ja, nice. Oké. Top, level 34 voor Skarmory. Donphan. Nee, dan blijven we zeker in Tentacool. Liquidation gewoon nog een keertje. Dat is super effectief. Dus. Oh, en dan. Tentacool is niet zo goed. Dat was ik even vergeten. Rubble Rush. What the fucking. Oké. Okay. Liquidatie. Nice. Oké. Okay. Dat is level 40, denk ik, voor Tentacool. Zeker. Heel fijn. Reuniclus level 47. En dat was het. Oké, okay, nice. Nou, deze bitch was helemaal niet zo heel moeilijk. Oh, dat was het. Oké. Okay. Zullen we voor de double battle gaan? Voor de XP. Ja, we zijn best wel hoog level. Laten we er even kijken of we eromheen kunnen. Nee, we kunnen er niet zo omheen. Dan moeten we door het gras, maar dat is niet zo erg. Oh, en dan is het hier opeens een for you. Even kijken. Picnicker Diana heeft een Breloom. Interessant. Laten we vooral geen Tentacruel gebruiken. Dat lijkt me niet zo handig. Zouden we met Skarmory iets kunnen doen? We gaan kijken. Onze Fire Steel Skarmory. Zou toch geen damage moeten doen bijna. Nee, kijk. Dat is tenminste waar we wat aan hebben. Sizzlebeak. Kijk, lekker Skarmory. En geburnt hier met jouw Breloom. Jij denkt jij bent stoer? Jij niet waar hebben. Oké, okay, dat was heel slecht. En ik kan ook Blaze Kick, zag ik. Wat? Ik heb echt al een tijdje niet meer ingezeten in de series. Dus. Ik had de eerste keer dat ik deze game speel meteen 10 afleveringen opgenomen. Dit is aflevering 11. Dus ik moet weer een klein beetje inkomen. Nou, laten we Skarmory nog even wat meer kans geven. Om te kijken of we deze Luxie ook kunnen verslaan. Laten we gewoon eens Blaze Kick doen. Een Thunderclap. Nou, dat deed redelijke damage. Kijk. Luxio is gone. Oeh, Lucemon level 51.
Gloom. Nou, voor Gloom blijven we zeker in. Die sizzlebeaken we gewoon naar de hel. Of nee, we blazekicken hem wel. Blazekick. Nice. Oké, nou dat was de Gloom. Nice. En level 35 voor Skarmory. Dat is ook zeer nice. Picnicker Diana is gedefeat. Kaboom. Nice. Och, we krijgen weer het telefoonnummer, hè. Oké. Okay. Milan, wait up! Oh, Wally? Normaal komt Wally hier niet, volgens mij. You must be on your way to challenge Flannery's gym in Leverage Town, huh? Well, so am I. I've been reading up on all of the different gym leaders in Hoenn. My Pokemon and I have been training really hard since our last match. Okay. We even got a badge from Watson in Marvel City. Lekker bezig, Wally. Wat zou die hebben nu? Een Curlia? Oeh, vier Pokémonen. Waarvan de eerste een Swablu is. Laten we Thunderclap doen. Oké, de Swablu is gone. Nice. Roselia. Nou, voor Roselia gebruiken we Skarmory. Oké. Nice, weer een one kill. Magneton, nou dat blijft ook zeer zeker gewoon in Skarmory. Oh. Nice. Skarmory is een goede addition voor ons team, dat is wel duidelijk. En Curlia, dat zat er wel in. Hebben we een dark aanval? Denk het niet, hè? Oh! Deze bitch kan dark. Laten we Loose Moth inbrengen. Kiboom! Is Bug nou super effectief op Psychic eigenlijk? Anders kan ik ook Bug. Oh, wacht. Hij is ook Fairy, hè? Dan is het misschien niet heel handig. Dan kan ik misschien wel het best single beat doen. Oeh, het was een crit. Nice. Oké, geen moeite in ieder geval met onze grote vriend Wally. Recover. Nou, ga ik wel niet gebruiken. Nou, Wally. Het was echt niet echt heel moeilijk om jou te verslaan. Wally, je was echt geen match. Flikker op. Dankjewel. Oké. Okay. Route 112. En Leverage Town. Welcome to the Pokémon Centering. Dankjewel. Zij geeft je normaal een ei, toch? Oh nee, dat geeft die mevrouw daar. Deze geeft je normaal een ei. Ik wil het ei wel. Misschien zit er iets anders in dan een Minot. Het zou toch leuk zijn. Oké. Okay, dan de gym meteen maar doen. Oh, kut. Dat was niet eens de bedoeling. Rip. Wel een trainer boy. Een trainer boy. Een Growlithe. Een gewone Growlithe. Om precies te zijn. Laten we hem jetten. Ik ben jet. Nice, nou dat was de Growlithe. We hebben al een hoop type advantages, dus dat is wel nice.
Larvesta, oké, interessant. Ook diëten we. Larvesta is gone, nice. Nice, oké. Oh, hij heet Jeff en ik maakte net een grap. Ik ben Jet. We kijken wat Jet deed. Ik ben zo grappig, jongens. Niet meer te geloven. Oké. Double battle? Ja. Dubbele battle. Kabooming. Een hiker en een vlammending. Kindler Jace en Hiker Eli. Met Ponyta en Larvesta. Nou, dan komen wij met Tentacruel en Reuniclus. Aqua Jet op de pony. Oh, ik dacht dat mensen wel lief op allebei zou zijn. Laten we dit proberen. De pony is gone! Pittig, pittig, goal! Loose mode level 52, nice. En Larvesta is ook in één keer gone, nice. Nou, moeilijke battle, boys. Moeilijke battle. Oeh, trainer. Oeh, weer een double battle. Voor double battle sta ik altijd open. Behalve als het in Colosseum of XD is, want daar zijn ze super traag. Oké. Aqua Jet en Psyrene. Op mijn gevoel ben ik zo overleveld. Ik ben ook gewoon overleveld, maar ik heb niks raars gedaan in de game. Oké, de Keklin is niet dood, hij is nu Psychic type. Hele rare keuze om Faint Attack op mijn ding te doen, maar het zal wel. Nou, dat was Gerald alweer. En die andere boy. En veel monies. Nog een battle met Kiddler Axel. En weer een Larvesta. Zou Flannery een full corona hebben, denken jullie? Ja, het zou wel raar zijn, want die evolueert volgens mij op een veel te hoog level omdat het een Black and White Pokémon is. Nou, dat was ook niet echt de moeite waard. Ah, oh, nog een trainer. Ik weet niet of dit hetzelfde is als normaal. Voor mijn gevoel is het namelijk niet zo. Volgens mij zitten er meer trainers in dan normaal. Growlithe. Tentacruelin. Nou, we hoeven ook niet super veel moeite te doen, zoals jullie zien. Geburnt? Wat? Growlithe Flame Body, doe eens even normaal. Heb ik een Burnheel? Ik heb geen Bird Heal, even kijken. Elixir. Dire Hit.
Nee. Dat is zeer sad. Kut, dat is een trainer. Dat is een trainer, Roomie. Karate Kid. Battle Girl Danielle. Nat Riolu. Oh, dat was niet mijn bedoeling. Pokémon. Lekker voor Rio Nicholas. Ik bedoel voor Riolu. Ik zeg gewoon lekker voor je tegen mijn eigen Pokémon. Dat kan toch niet. Oh, op 1 AP. Hoe durft hij op... Oh, hij miste. Lekker voor je. Level 37, nice. Skarmory is ook aan het climben in de ladder. Oh, ik heb het niet vanuit. Nice, Flanneroo. Laat me je verslaan in. Flanneroo. Larvesta, wat een verrassing. Nou, ik had je nu al veel minder damage natuurlijk, omdat ik geburnt ben. Anders had hij sowieso wel een skill geweest. Dan kan je light screen. Raise special defense. Nou, als het goed is Aqua Jet Physical, dus dat maakt niet zoveel uit. Ja, de Larvesta, die is gone. Oké. Okay. Dan krijgen we nu... Gamerupt. Ja, weet je, het is niet anders. Blijf gewoon Aqua Jet spamming. Dit is wel keer 4, dus. Oké, nou overleef ik de burn nog wel. Aqua Jet doen we weer. Camera up, ook goed. Nice. Reuniclus level 49. Heel ziek. En de Rapidash. Ja, dat zal de laatste een Arcanine zijn, denk ik. Ik denk dat er Ace een Arcanine is. Oeh, dat heeft wel weinig damage. Oeh, Double Edge is recoil, toch? Ja. Grass Psychic. Bug Fairy. Steel. Het is allemaal kut. Laten we Reuniclus gebruiken. Wel op het juiste moment. Ah, dit is heel jammer. Hij doet Bounce. Dat is een fly aanval. Maar het is geen step. Dus het zal wel damage doen. Maar geen step. Rapidash is dood. Waarschijnlijk door de crit, maar dat is alleen maar mooi. Level 53 Lucian Moth. Skarmory. Ik had Arcanine verwacht. Dus ik kom nu met de Skarmory. Oké. Okay. Die van haar is hoger level, zie ik nou trouwens. Oh! Oh ja, ik heb flash... Oh, die heeft hij ook... Hij heeft geen flashfire. Lol! Oh, wat ziek. En daar had ik heel veel geluk, eerlijk is eerlijk, maar... Lekker voor hem.
Easy win, boys. Easy win. Flannery is gone. Cap the Fury Gym badge. Received. Zo'n hete badge. Kaboom. Dankjewel, Flannery. Waarschijnlijk TM voor overheat. Ja, dankjewel. Gym leader Flannery is in de telefoon. Kaboom. Oké. Is er mee hier buiten? Ja, dat dacht ik al. Milan, long time no see. Oh, well, I visited the hot springs. You got to the Leverage City gym. Dat klopt. En ik heb zo'n badge geüpdate. Oeh, ik krijg de Go Goggles. Go, Goggles, go! Misschien is het interessant om in de woestijn te gaan kijken. Normaal is dat, hoeft dat helemaal niet. Volgens mij. Nee, volgens mij kan je de woestijn normaal gewoon overslaan. Nu is het gewoon een kwestie van travelen naar de vijfde gym. De vijfde gym doen en dan krijgen we surf. Een nugget, dat is monies. En monies zijn altijd leuk. Kijk. Laten we de goggles even gebruiken. Oeh, daar ligt een Pokéball. Een wilde Pokémon, is het nog iets interessants? Een Sandshrew, die is zeker niet interessant. Stardust, oké. Trapinch, gewoon een normale Trapinch. The sandstorm is raging, oh no! Oh, area trap. Weg met jou, Trapinch. Er staan wel een hele hoop trainers. Ik ben even benieuwd of er verder nog iets is. Oh, wat een dubbel battle. Zou die weer area trap hebben? Dat zou heel jammer zijn. Ja. Dan killen we jullie wel toch gewoon allemaal. Ik heb helemaal niks aan de hand. Kijk, Skarmory level 38. Iron Head. Steelwing is 70. Oh ja, Iron Head is beter dan Steelwing. Sand Attack van Sandshrew, die is sneller dan Reuniclus. En wij hitten hem met de Magical Leaf en dan is Sandshrew sowieso dood. Kijk, nice. Ik denk dat er hier niks interessants is. Ik denk dat we gewoon zo lekker door moeten lopen. Alleen die Trap Engines moeten niet elke keer Area Trap hebben. Of Arena Trap bedoel ik. Volgens mij heeft deze net ook. Volgens mij, ik weet echt niet, kan hij alleen maar Arena Trap hebben of kan hij ook andere abilities hebben? Oké. We gaan hier lekker gaan. Google Goggles had ik nergens voor nodig. Oh. Ik had waarschijnlijk mijn dingen niet
Dat het registered mijn fiets, dat is ook niet per se nodig. Dan gaan we hier bij Marvel gaan we naar links, denk ik. En dan gaan we richting Westboro. Zo. Verdant Turf. Wismar Cave. Met een Wismar als encounter. Wat een verrassing. Go Tentacruel! You can it! Zo, level 12 ook. Nice. Pokemonings. En een Poochyena. Level 8 Poochyena. Laat me maar lekker wegrennen. Zo. Kut. En Mareep. Zo'n schaapje. Zo, nice. Rustboro. Gaan we hard naar beneden. Kaboom. Route 104. Battlebrook Woods. Zo. Kijk. Battlebrook City, waar het gras is groen en de meisjes ook. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit nou een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog en zie ik je heel graag bij de volgende aflevering van Pokémon Blazing Emerald. Adios, amigos.